Dames en heren, een bijzonder goedemiddag en welkom in Heerenveen. Waar we gaan kijken naar de wedstrijd tussen Sportclub Heerenveen en Heracles Almelo. Zonder meer een uiterst belangrijke wedstrijd gaat het worden voor de Friezen. Na een inktzwarte week waarin op beschamende wijze afscheid werd genomen van het UEFA Cup toernooi. Er moet wat rechtgezet worden om de crisissfeer die er toch wel heerst nu te verjagen. En wie moet dat dan gaan doen? Wie kan de crisissfeer doen vergeten? Wie kan de druk van de schouders afnemen van Gert-Jan Verbeek? Het antwoord daarop is misschien wel de spits. De veelbesproken spits waar het eigenlijk allemaal mee begon. Alfonso Alves. Want hij zal moeten gaan scoren. Eindelijk is. En dan wellicht kan de man bij wie het dus begon ervoor gaan zorgen dat er hier een sfeer gaat ontstaan dat men weer kan juichen. Dat er weer gelachen kan worden. Want het was een beschamende nederlaag. Daarover zijn we het wel eens. Crisis of geen crisis? Dat is dus de vraag die centraal staat in Heerenveen. De Alfonso Alves-soap heeft wekenlang gespeeld. Hij speelt zelf inmiddels wel weer, maar scoren, dat voorlopig laat hij nog even achterwege. En dat juist is nou hetgene waar ze hier, en zeker Gert-Jan Verbeek, om zitten te smachten doelpunten. Want Alfonso Alves, zijn inbreng is natuurlijk uiterst belangrijk. Verbeek, als hij vandaag niet weet te winnen van Heracles Almelo, dan kan je gaan spreken van een storm van protest, denk ik, die er gaat ontstaan. En dan betekent het dat Verbeek echt onder grote druk komt te staan. Niets minder dan een overwinning wordt geëist. De Vriezen die zo trouw zijn aan hun club, die door dik en dun Heerenveen steunen, willen natuurlijk ook wel resultaten. En resultaten, zeker in het Abelensa stadion, die zijn er dit seizoen nog niet geweest. Want er werd nog geen competitiewedstrijd gewonnen hier in het eigen stadion. Wellicht dat daar vandaag dus verandering in gaat komen. Heracles Almelo op vreemde bodem is nou niet dat je zegt het meest aansprekende resultatententeam. Hier zien we trouwens dat Verbeek en Alfonso Alves doen alsof er niks aan de hand is. En gewoon wat handjes schudden. Geen crisis weer, heeft hij zelf gezegd. Er is wat nagebabbeld over de Zepert. En nu zullen we moeten gaan zien hoe Heerenveen ervoor staat, uit welk hout men hier gesneden is. Eén ding is zeker, de verdediging die zal meer op orde gebracht moeten gaan worden. Wellicht dat een andere doelman daar wat verandering in kan brengen. Hoewel aan Van der Bussen, de man die in Zweden op het doel stond, het nou niet echt lag. Hij kreeg er wel 5 om de oren. Maar hij heeft in die wedstrijd een knieblessuur opgelopen. En dus zien we daar achter Michael Dingsdag, de aanvoerder van vanmiddag, de gebruikelijke aanvoerder van Sportclub Heerenveen, zien we de routinier Rob van Dijk, 38 jaar. Hij gaat gewoon weer een wedstrijdje meepikken en is dus nog altijd heel belangrijk voor Heerenveen. Een andere routinier, Rob Maas, is de aanvoerder van Heracles. Een jaartje jonger, nou 11 maanden om precies te zijn, dan Rob van Dijk. 37 jaar inmiddels Rob Maas. En dat voor een middenvelder is een buitengewoon knappe prestatie. Dat je dan nog gewoon op dit niveau kan meekomen. Het lek zit hem dus achterin. Dat is een ding dat zeker is bij Heerenveen. 14 doelpunten al tegen in de competitie tot nog toe. Dat is veel. Zeker als je bedenkt dat er maar 2 clubs zijn die in het competitieverloop tot nog toe meer doelpunten hebben tegengekregen. En dan hebben we het over nou niet echt bepaalde hoogvliegers, VVV en Excelsior. Op een of andere manier zal het moeten gaan draaien bij Heerenveen, zoals het kan draaien natuurlijk. Zoals we dat kennen van de afgelopen jaren. En eigenlijk ga je er ook wel vanuit dat opeens alles weer goed gaat. En opeens de doelpunten gaan komen van Alves. En opeens de resultaten dus automatisch ook weer gaan komen. Het zal hier moeten beginnen. Dat is een ding dat zeker is. Want een nieuwe misstap zullen de fans niet gaan accepteren. Heracles moet geklopt gaan worden. Ah, Heracles is een stugge ploeg. Een ploeg die bezig is aan een aardige reeks van wedstrijden. Dus ook een ploeg waar je rekening mee moet gaan houden. Die zullen hier best gaan knokken voor een knap resultaat.
Heracles dat net even wat lager staat dan Heerenveen. Maar gek genoeg is de sfeer in Almelo juist uiterst positief. Zeker na die verrassende zege op AZ vorige week. Maar Heracles boekt met name de overwinningen en haalt met name de punten in het eigen stadion. Afonso Alves is inmiddels wel aangewend aan dit mooie stukje folklore. Want zo moet je toch omschrijven, het Friese volkslied traditioneel gespeeld in het Abalensa stadion. Hij staat voorin dus, Afonso Alves, naast super sub, in dit geval niet, super spits. Sibon, die dus de voorkeur heeft gekregen over Soleimani. En dat is dan de belangrijkste verandering toch wel in de startopstelling van Heerenveen. Dit zijn de elf namen. Van Dijk dus onder de lat. Een 4-4-2 formatie met, en dat is misschien wel verrassend, dezelfde laatste linie als tegen de Zweden. Zuiverloon, Bak Nielsen dinsdag en Breuer. Dan het middenveld met Berens en Pranjic vanaf de flanken. Berti als controleur en een echte Fries Roorda op het middenveld achter Alves en Sibon. Dat is hem dan. 38 jaar, als gezegd, Rob van Dijk. En Sibon, hij begint dus in de basis. Daar waar hij goed speelde, maar toch op de bank beland was na de terugkeer van Alves. Dan de 11 van Heracles, met eigenlijk weinig verrassingen. Boacchi ontbreekt, daardoor buitens rechtsachterin. De Vries keert terug van een blessure en speelt daar centraal achterin. Met Smit er ook bij, Klavan. En de gebruikelijke namen eigenlijk met Everton als belangrijkste man voorin. De kampfiguur van crisis hangt boven het Abalensa stadion waar Heerenveen dit seizoen nog niet wist te winnen. Om de uitslaande brand te blussen zal Heerenveen vanmiddag Heracles moeten zien te kloppen. Dat is nou net de club waar Gert-Jan van Beek warme gevoelens voor koestert. Want hij was in Almelo ooit actief als voetballer en als trainer. Spandoeken volop in het stadion ter ondersteuning van Heerenveen. Alves krijgt de vrije trap mee. Met even gemakkeld tussen twee tegenstanders. Maar heeft daar als enige helemaal geen last van. De belangrijkste slachtoffer in dit geval is Klavan. Zuiverloon inspelen en doorlopen. Berens krijgt de bal er niet. Dan een overtreding van Zuiverloon. Heerlijke voetbalomstandigheden. Niet te warm. Lekker zonnetje, geen wind. En een goede grasmat. De ingrediënten wat dat betreft voor een mooie voetbalmiddag zijn aanwezig. Lange bal van Piekena. Lakertje slecht terug. Op bij Kwanza. Breuer. Pranjic. Door de benen gespeeld van Kwanza. Everton. De man in vorm. De man die voor de doelpunten moet zorgen. Van den Berg. Prima opening. Goede opening richting Brigi. Die zal richting zijn rechter draaien. Dat wist Zuiverloon ook. Klavan. Zuiverloon ruimt. Het
is een beetje de vraag hoe Heerenveen omgaat met de spanning die er op de ploeg staat. Wordt dat vertaald in positieve energie? Gaan de duels gewonnen worden? Dan kan het een mooie middag worden voor de Vriezen. Maar het kan ook zijn dat de spanning op de benen slaat. En daar zou Heracles dan misschien van kunnen gaan profiteren. Kwanza. Krijgt de bal niet bij Everton. Bak Nielsen kwam ervoor. Dinsdag en Zuiverloon. Zoekt. Prachtige lange bal richting Pranjic. Die even losgelaten is door Kwanza. Maar Kwanza is op tijd terug om zijn fout te herstellen. Brood geeft ook direct aan. Korte erop. En de paas moet er ook uitgehaald worden natuurlijk. Dat zal dan de taak worden van Lakic of Everton. Pranjic. Breuer. Alves niet gevonden. De Vries ruimt. Kwanza. Everton. Overtreding van Pranjic. Die zag je van ver aankomen en was voor Everton welkom. Omdat hij alleen was. En er helemaal niemand was om eventueel aan te spelen. De Vries. Hij de voorkeur dus gekregen boven Bosnar. Nu die weer helemaal fit is. Smit. Terug op Piekenhagen. Die kijkt tegen de zon in. De tweede helft zal Rob van Dijk daar minder last van hebben. Want dan mag je aannemen dat de zon inmiddels achter de hoofdtribune is verdwenen. Van den Berg, geschept, stevig aangepakt. Overtreding van Bradley en die gaat direct geel krijgen. Vijfde minuut van de wedstrijd. Eerste serieuze momentje is daar. Bradley die te laat komt. En Van den Berg, die er ook met fraai gevoel voor theater een mooi stukje spektakel van maakt. Betekent wel dat Bradley nu op zijn tellen moet gaan passen. Nu al. Bradley. Daar is hij. Breuer. Zou het liefst centraal spelen, maar noodgedwongen links achterin. Speler die inmiddels bezig is aan zijn vierde seizoen in de hoofdmacht van de Vriezen. Dat was natuurlijk omdat Mwapin nog geblesseerd is. Pranjic. Sibon. Smit ruimt. Half. Dan een overtreding nu van Roorda. Vrij trap snel genomen. Lavan. Maas biedt zich aan in de bal. Gaat terug. De Vries. Opgejaagd door Sibon. De Vries blijft kalm. Vindt Lakic. Dat is een lekker aanspeelpunt. Goed gelegd. En zo schakelt Heracles snel. En komt hier de eerste doelpoging van de wedstrijd. In de zevende minuut. Die komt van de voet van Everton. Maar was krachteloos. Hij wordt voorlopig nog niet gevonden. Zuiverloon. Had toch een luchtje van buitenspel. Doorgelopen man Berends, maar de vlag ging niet omhoog. Dus voetballen we nog. Heracles heeft wel balbezit nu.
Brigi. Had het idee dat Lakic de diepte zou zoeken, maar die kwam juist in de bal. Dus is het balbezit makkelijk overgegeven aan Heerenveen. Het stadion zit zoals altijd eigenlijk aardig vol. Maar er is maar één klein plukje supporters dat echt lawaai maakt. En dat zijn de supporters die uit Almelo zijn overgekomen. De Vriezen zitten toch een beetje apathisch erbij. Een tijd geleden alweer dat Heerenveen het zo moeilijk heeft gehad in de Nederlandse Eredivisie. En hij beseft het, er zal vandaag gewonnen moeten worden. Overtreding, ja, wel degelijk. Berens gepakt, overtreding Clavan. Alves. Paas te hard. Een doelpunt van hem, wat zou dat welkom zijn voor Heerenveen. Maar voorlopig is hij duidelijk nog op zoek naar wedstrijdritme. Ze zijn er nog wel, Friese fans voor de Braziliaanse spits. Van den Berg, overname Sibon. Meegeven op Alves. Nou, gaat hij het dan doen? Alves, hij krijgt een herkansing. Het is 1-0 voor Heerenveen. Uit de eerste de beste kans die ze krijgen. En wat is dat een opluchting die de Braziliaan hier verzorgt aan het adres van Gert-Jan Verbeek. De man om wie het allemaal zo lang draaide in aanloop naar het seizoen. In aanloop eigenlijk ook naar de Europese wedstrijden. Scoort nu dan zijn eerste van het seizoen. En direct wordt hij weer liefdevol in de armen gesloten van de Friese fans. Dat hij nog niet helemaal scherp is, dat blijkt. Want hij verslaat Piekenhagen niet in eerste instantie. Maar krijgt dan een fortuinlijke herkansing. En dan is het wel raak. Alves 1-0 Heerenveen. Ja, daar kan hij alleen maar voor klappen. En wat een opluchting bij Gert-Jan Verbeek. Het zal het voetbal een stukje makkelijker maken normaal gesproken voor Heerenveen. Lakic. Zuiverloon. Bradley. Breuer. Opeens komen de pasers wel aan. Alves. Eén man kwijt. Maar niet om de tweede heen. Een spits moet doelpunten maken om vertrouwen te hebben. En hij heeft er nu één op zijn naam. En dan zullen er ongetwijfeld snel meer volgen. Zeker als er dit soort kansen gaan ontstaan. Nu voor Breuer. Ja, dat is natuurlijk geen spits. Breuer nog eens. Dinsdag. Paas onderschept. Alves. Pranjic nu wel bereikt. Maar staat buiten spel. Maar dat was het niet. In het midden zijn er één of twee verdedigers die er nog af te hangen. Alves. Alves. Er is een pak van zijn schouders gevallen. Pranjic na het terugleggen van Sibon. Nee. Geen doelpoging.
Breuer. Lakic verdedigt mee. Sibon heeft zich even laten zakken. Moeilijk balletje voor Bradley. En Zuiverloon dan maar terug op Van Dijk. Over crisis wilde hij niet spreken, maar die crisissfeer die was toch wel voelbaar in Heerenveen. Dan is zo'n vroege treffer van de fel bekritiseerde spits natuurlijk meer dan welkom. Everton, overname Heerenveen. Zuiverloon, dinsdag. Speelveld is klein. Laatste linie van Heracles een stukje opgeschoven. En daardoor ook makkelijk de overname voor de ploeg uit Almelo. Heracles weet hoe het voelt om vrij vroeg in de wedstrijd op achterstand te komen. Was vorige week ook al het geval tegen AZ. Ja, dat was in eigen stadion. En op vreemde bodem komt Heracles Almelo nou niet echt florissant voor de dag. Sterker nog, laatste zegen moeten we ver terug. 2006, 8 april. Toen tegen RKC. Sindsdien, en dat is toch echt al een hele lange tijd, geen uitoverwinning meer. Vrije bal Heracles met Klavan. Lakic probeert te verlengen en haalt dan maar eens uit Van Dijk. Eerste serieuze werk voor de doelman die nog altijd, ondanks de 38 jaar, een prima keeper is. Overtreding van Klavan tegen Berens, die krijgt nu geel. Hij deed het al een keer eerder in de wedstrijd en doet het nu opnieuw. Laat zijn been staan, schept daarmee het standbeen van de aanvaller, Berens in dit geval. En Klavan wordt nu voor die tweede overtreding bestraft met geel. Alves. Tjonge, wat een verschil zeg. Alves. Gepakt. En er gaat nog een gele kaart komen. Nu is het buitens met geel. En zo zijn we ruim een kwartier bezig. En hebben we al drie keer geel. Alves is als herboren. En wordt hij flink aangepakt door buitens. Het komt de verdediger op geel te staan. En het levert een vrije trap op voor Heerenveen. En met een herboren Alves. En een bal die op dik 30 meter ligt. Is dat even al eens aan dek voor Piekenhagen. Want hier is de 2-0. Wat een doelpunt al niet kan doen. Zwalkend in Zweden, onzichtbaar bij iedere invalbeurten, maar nu met een vroege treffer en direct gevolgd door deze een prachtige vrije trap en nummer 2 van het seizoen is Alfonso Alves weer helemaal terug als doelpuntenmachine. Zoveel vaart. En kennelijk zag Piekenhagen hem te laat komen. Ja, en dan kan er opeens weer gelachen worden op de Friese bank. En dat is dan toch weer een goed moyenne. Alves, komt hier meteen nummer 3. Ja hoor,
Een loepzuivere hat-trick in nog geen 18 minuten. Inderdaad, daar hoef je geen ervaren liplezer voor te zijn. Maar Afonso Alves doet waar hij zo goed in is. Hij scoort en meteen doet hij dat in een onvoorstelbaar tempo. 3 doelpunten in 18 minuten. Een zuivere hat-trick. Afonso Alves is terug. En dat willen ze absoluut weten in Heerenveen. Tjonge, jonge, jonge, wat komt hij. De man die voor zoveel onrust zorgde in Friesland. Zijn trainer hier in misschien wel een cruciale wedstrijd voor Gert-Jan van Beek tegemoet, zeg. Het betekent natuurlijk wel dat Heracles moet oppassen dat het hier niet de slagpartij gaat worden. Alves meegeven op Roorda. Voorzet komt niet aan. En waar het normaal gesproken toch de laatste linie van Heracles is die redelijk stabiel is. Nog die weinig tegenkrijgt. Wordt het hier in 18 minuten compleet kapot gespeeld door Afonso Alves. En staat de deur ook wel wagenwijd open, dat moet gezegd worden. Revanchegevoelens overheersen duidelijk bij Heerenveen. Het Friese publiek eiste een mooi resultaat. En afgaande op de eerste 18 minuten lijkt dat er ook te komen. 3-0 zeg. Tjonge, jonge, jonge, wat een start. Brigi met wat fortuin om Bradley heen. Lekker steekballetje, maar Dinsdag voorkomt dat. Dan wel Everton, dan wel Lakic in balbezit zou komen. Zuiverloon om Van der Berg heen. Opeens speelt Heerenveen weer met overtuiging. Vorm is ongrijpbaar, het kan zomaar ineens weer terug zijn. Ze kunnen weer lachen. Maas. Ja, wat nu voor Heracles. Dit is, mag je toch aannemen, een verloren wedstrijd sowieso. Hoewel, afgaande op de stroom doelpunten die Heerenveen tegen heeft gekregen. Alleen al afgelopen week. Mag je misschien voor Heracles hopen dat er nog iets van een redelijk resultaat in het vat zit. Het is nu opeens Heracles dat onzeker oogt. Een ballenhoog de tribune injaagt. Breuer. Sibon. Bradley, opende kan richting Berens. Het gaat terug naar Zuiverloon. En dus via een omweg toch bij Berens. Die kan Clavan opzoeken, want die heeft al geel gehad. Legt hem fijn neer. Oh, Alves, dat was bijna nummer 4. Wat voor middag gaan we hier meemaken met de Braziliaan? Breuer. Zwakke bal op Roorda. En dus de overname met hier Lakic. Alleen Everton is mee. Maar Lakic komt zelf heel ver. En uiteindelijk herstelt Breuer zijn eigen fout door goed op de bal te glijden. Pranjic. Berends. Het is voor Alves natuurlijk ook lekker voetballen met Sibon. Die fungeert als aanspeelpunt en bliksemafleider. Alves zwerft eromheen.
Dat zou best wel eens een mooi koningskoppel kunnen worden van Heerenveen. Overtreding. Pranjic van de sokken gelopen. Door de Vries. Een kwartwedstrijd zijn we onderweg. En eigenlijk is er misschien al geen sprake meer van een wedstrijd. Tenzij Heracles snel iets terug doet. Everton. Krijgt de bal niet bij Lakic. Die stond wel goed. Berends. Zuiverloon. Sibon. Snel genomen, slim genomen. Berends is nu door. En daar komt Alves weer. Maar goed verdedigd nu door de Vries. Lichte overtreding van Bak Nielsen. Vrije trap in het voordeel van Heracles. Van den Berg wil hem snel nemen. Maar Everton werd kort gedekt door Zuiverloon. Dus dat was niet de beste optie. Even inhouden dus. Van den Berg. Lakic dreigt buitenspel te staan. Staat dat niet? Staat dat wel? En dus, al was hij erin gegaan, had hij niet geteld. Hij stapt net te laat terug. Hoewel dat moeilijk te zien is uit deze beelden. Maar laten we ervan uitgaan dat de grensrechter het goed zag. En hoe dan ook, hij komt hem toch naast. Sibon. Pranjic. Bradley. Even een soort adempauze die Heerenveen heeft ingelast. Na die stormachtige dikke 10 minuten waarin Alves drie keer wist te scoren. Lakic zou kunnen als Van den Berg de bal er krijgt. Maar hij krijgt de bal er niet. Omdat hij te lang treuzelt. En nu raakt Van den Berg daar ook nog bij geblesseerd. Het spel gaat verder, ja. De bal hoeft niet uitgespeeld te worden, maar Heerenveen doet dat dan toch. Roorda trapt hem over de zijlijn. Maar eigenlijk, als de scheidsrechter door laat spelen, dan mag je als tegenstander dat ook doen. Van den Berg wil hem met rechts gaan pasen naar Lakic. En wordt dan geraakt door Bak Nielsen op het bovenbeen. Dat was een tik die fors is aangekomen, hoogwaarschijnlijk. Er wordt hard gewerkt door de coaches. Pastoor op de achtergrond. Op de voorgrond Gert-Jan van Beek. Die aan Roorda wat aanwijzingen geeft. Nu dat even kan, omdat Van den Berg behandeld wordt. Na die tik die hij kreeg van Bak Nielsen op het bovenbeen. Zuiverloon. Van den Berg komt weer terug. Dan is Heracles ook weer compleet. Dinsdag. Bak Nielsen. Pranjic houdt het veld goed breed. Maar de paas Bak Nielsen is uiterst zwak. Dinsdag goed voor zijn man gekomen. En nog eens dinsdag. Kwanza. Klavan. Overtredingje van Berends. De nieuwe man aan de kant van Heracles is Raïm, nog niet helemaal wedstrijdfit. Maar hij zit wel op de bank en zou een welkome versterking kunnen betekenen
zeker in de komende weken, voor de verdediging van Heracles. Die zich dus kwetsbaar toont in Heerenveen. Zuiverloon, Sibon, dat is mooi verlengd. Berends glibbert weg. Hetzelfde geldt voor Klavan. Berends komt daardoor wel in balbezit. Sibon, aannemen schieten, krijgt daarvoor de tijd. Maar Maas is dan uiteindelijk de enige die echt attent reageert. Gerald Sibon staat toch niet bekend als de man van de meedogenloze versnelling. Maar wist hier wel twee Heraklieden het bos in te sturen. Berends. Inworp is voor Heerenveen. Ricci raakt hem als laatste. Berends krijgt tijd en ruimte om te draaien en om voor te geven. En bijna was daar weer Alves. Snelle overname opnieuw Heerenveen. Dat fel is, dat gretig is en ik mag toch aannemen dat geen gas terug zal nemen. Omdat er iets rechtgezet moet worden. Alves. Zuiverloon. Geen bankklank meer te horen voor de Braziliaanse spits. Ja, maar wat wil je? 3 doelpunten in een paar minuten. Maas. Van den Berg. 2 man scherp. Waaronder deze Lakic. Lakic wil buitenom bij Breuer. Hij is helemaal alleen. Laat zich dan vallen. De aansluiting van Heracles. Daar schort het een beetje aan. De ploeg zal, als het nog wat wil in Friesland, een stukje sneller van het eigen doel moeten komen. Zoals hier, dat is een goede actie, Buitens. En die loopt zich dan uiteindelijk vast op Roorda. Bradley. Pranjic. Alves en Breuer. Half uur gevoetbald. Het begin was afwachtend, aftastend van beide partijen. Maar na de 1-0 ging het plotseling razendsnel. En werd de wedstrijd feitelijk door deze man in een tijdsbestek van, nou, ik denk 10 minuten. Maar ik heb het niet helemaal precies bijgehouden, beslist. Breuer. Alves. Schampt hem. Kwanza. Heerenveen dat ook veel de linkerflank zoekt. Over rechts dus bij Heracles. Waar nou net Boacci gemist wordt. En dat is toch een van de betere verdedigers. Klavan. Zoekt Zuiverloon op. Zuiverloon goed. Uitstekend meegelopen. Goed het lichaam gebruikt. Brigi. Everton dacht aan een overtreding, maar was de enige. Dit is wel een overtreding van Kwanza. Dit lijkt toch op natrappen van Everton, maar hij raakt Bak Nielsen niet. Dan komt hij goed weg. Mede ook omdat het niet door de grensrechter en de scheidsrechter gezien werd. Zuiverloon. Linksdag. Tegen Van den Berg aan. Het kan toch vreemd lopen in het voetbal. Zo was Heracles de ploeg in vorm. De ploeg met vertrouwen. En was Heerenveen compleet van de leg.
Maar na een half uur voetbal in het Abel Enstra-stadion en een 3-0 tussenstand en een opgeleefde Alves, liggen de kaarten plotseling volkomen anders. Klavan, wie biedt zich aan? Helemaal niemand doet dat bij Heracles. Klavan moet dus naar binnen met bal aan de voet. Maas. Nou, er is veel te weinig beweging. Het is inspiratieloos en fantasieloos wat Heracles voorlopig laat zien. En dat is een welkome steun natuurlijk voor Gert-Jan Verbeek. Steun die hij ook krijgt van de supporters. Nog altijd. Everton. Breuer, even aangetikt. Maas. Die blijft wel vechten. Het is een inworp, zegt de grensrechter voor Heerenveen. De scheidsrechter. En die mag uiteindelijk de beslissing nemen. Geeft de inworp juist aan Heracles. Everton. De Vries geeft mee terug op Everton. Klein duwtje. Van Roorda, vrij trap Heracles. Van den Berg wacht even met het nemen van de vrije bal totdat Klavan onder meer en De Vries voorin zijn. Daar was ook Bak Nielsen en uiteindelijk heeft Van Dijk hem stevig in de handen. En is hier direct de voortzetting richting Pranjic. Ligt de ruimte Alves. Weer over die flank waar dus Boacci ontbreekt. Pranjic doorgelopen, net niet bereikt. Paasje nog even te scherp. Alves. Goed gegeven, op tijd gegeven in de loop van Bradley. Komt hier de 4-0 aan, zou het moeten zijn. Maar het is het niet. Omdat Bradley te zelfzuchtig is, daar waar die Berens had moeten aanspelen. Want die stond helemaal ongedekt. Bij een 3-0 stand wordt het hem vergeven, denk ik. Alves, buitenspel, Berens. Brigi. Speelt liever eigenlijk vanaf de rechterflank. Maar noodgedwongen komt hij vanaf links. Hier is hij, Brigi. Klavan tegen de armen geschoten van Zuiverlo. Maar dat was geen opzettelijk hens. Lakic. Dan is het gewoon een inborp voor Heerenveen. Bak Nielsen. Daar stond enkel alleen buitens. Lakic. Brigi. Even aangetikt en dan met een soort zitvoetbal uiteindelijk balverlies. En de paas volgens niet goed van Bak Nielsen die zich daar zelf enorm over opwindt. Opzichtig baalt. Bak Nielsen. Daar komt Alves. Daar stond ook buitens. De Vries. Sibon aangetikt door Kwanza. Daar gaat geel komen. Derde gele kaart al aan de wedstrijd. Voor een speler van Heracles. Alleen Bradley kreeg geel namens Heerenveen.
En hier gebeurde nagenoeg niks. Nou komt dat ook door het wijzelijk opspringen van Sibon. Roorda met de vrije bal. Geselecteerd voor Jong Oranje. En had die selectie hier extra kleur kunnen geven door deze bal even vrij binnen te krullen. Maar Piekenhagen was attent. Brigi. Lakic. Terug op Brigi. Klaar van. Het is een beetje gepriegel. Het is niet overtuigend. Vorig seizoen werd het 5-1 voor Heerenveen. Maar er werd gedacht dat het deze middag toch een stuk lastiger zou gaan worden voor de Vriezen. Gezien de vorm van beide ploegen. Voorlopig lijkt het op een redelijke herhaling van wat we een seizoen geleden zagen. Sibon. Buitens de Vries. Dat is gevaarlijk spel van Sibon. Die een centimeter of 20, 30 groter is dan de Vries. Dus dan kan dat wat snel gebeuren. Heracles uit en Heracles thuis. Het blijft een wereld van verschil. En er zal waarschijnlijk vanmiddag in Friesland geen verandering aan komen. Buitens moest oppassen, want Alves was alweer gestart. De Vries. Smit speelt in. En hier is Maas. Dit is wel keurig gevoetbald. Clavan vrijgespeeld met wat ruimte voor zich. Berens in de achtervolging. Clavan. Lijkt nergens op. Dat was eindelijk een aardig opgezette aanval. En de slotpaas moet dan ook goed zijn. Maar dat ontbrak er dus nog even aan. Maas. Everton van den Berg. Opgevangen dinsdag. Tegen Van den Berg aan. En nog eens, nu door Breuer. Nou, dat is wel heel makkelijk weggeven van de bal. Roorda zorgt er dan voor dat Heerenveen weer snel in balbezit komt. Pranjic met wat ruimte. Zoekt de combinatie met Sibon. Bradley. Dat is jammer, want Berens was helemaal vrij op rechts. Maar Bradley werd niet lekker aangespeeld. Kwanza. Bal springt weg. Makkelijk. Zoals Heerenveen de bal weer terugkrijgt. Berens om Clavan heen. Bradley komt er overheen. Dit is Sibon. Zoekt de combinatie met Bradley. Die moet de ruimte vinden. En die ligt op de flank bij Berens. Mooi steekballetje richting Alves. Nee, eruit gehaald door Smit. De snelheid van Berens wordt voorlopig nog niet al te veel benut. Maar in dit geval eindelijk wel een keer. Bradley goed binnen doorgegeven bij Clavan. Berens op tijd gestart. Dus de voorzet net niet zuiver genoeg. Pranjic met de hoekschop. Richting tweede paal. Daar was bijna 4-0. En wie anders dan Alves hing daar in de lucht. Dat deed Sibon ook. En die twee hebben elkaar kennelijk gevonden. Maar niet op een manier zoals wenselijk is. Een paar minuten nog voor de rust. Een wedstrijd die geen wedstrijd meer is. Tenzij Heracles voor rust nog wat terug doet. Brigi. Maas. Kwanza.
En dan zomaar in de voeten geschoven bij Dingsdag. Breuer. Op zijn beurt ook makkelijk ingeleverd. Slordige fase, zo eind eerste helft van beide elftallen. Klaar van. Van den Berg. Eigenlijk zodra de bal naar voren wordt gespeeld door Heracles, leidt het tot balverlies. Alves moest Smit van zich afhouden en had daardoor niet de ruimte om die bal te controleren. Zuiverloon. Maas en Bradley. Overtreding van Bradley. Everton. Everton, dat is een prachtige beweging zoals hij Buck Nielsen daar uitschakelde. Maar vervolgens was hij nog altijd alleen. En in zijn eentje tegen vier Heerenveen-verdedigers, dat is toch een tikje te veel gevraagd voor de Braziliaan. Begrijpelijk. Het was alweer een tijdje geleden, maar hij speelde er inderdaad en hij was er ook trainer. Gert-Jan Verbeek, 86-87, actief als voetballer bij Heracles Almelo en trainer van 2001 tot 2004. Een ploeg dus, of een club waar hij warme gevoelens voor koestert. Maas. Kwanza. Smit. Wat onder druk gezet door Sibon. En dus weer balverlies voor Heracles. De Vries deed dit goed op tijd en hard ingestapt. Lakic. Kan hij die bal binnenhouden? Nee, dat lukt niet. Zo wordt die laatste linie van Heerenveen vanmiddag, zeker in de eerste helft dus, niet op de proef gesteld. En dat is nou net de zwakke plek van de ploeg. Pranjic. Om Kwanza heen. Alves door de benen gespeeld bij Buitens. En dan komt er nog een vrije trap. En we weten allemaal wie er dan gaat aanleggen. Hij ligt nu dichterbij voor Afonso Alves. Dan bij de 2-0. Maar de hoek is iets moeilijker. Alves, nummer 4. Nee. Het is hem vergeven. Halverwege leidt de ploeg van Gert-Jan Verbeek heel ruim met 3-0 dankzij deze man. En daarmee is hij weer de smaakmaker zoals hij dat het afgelopen seizoen zo vaak was voor de Vriezen. Hij is weer helemaal terug. 3 doelpunten hebben dat alleen maar onderstreept. Nou, laten we nog maar even gaan kijken naar de 3 pareltjes van Afonso Alves. De eerste, wat fortuinlijk. Maar het was wel een bak van opluchting die voelbaar was. En toen ging het plotseling weer heel gemakkelijk. Ouderwets bijna. De vrije trap. Onhoudbaar kennelijk voor Piekenhagen. En de 3-0 snel achter elkaar de doelpunten. En dan is deze reactie te begrijpen. Welkom terug het Abellense Stadion. Waar Michael Dingsdag als eerste weer teruggekeerd is op het veld. De overige Heerenveen spelers volgen nu. 3-0 de voorsprong na 45 minuten. In het voordeel van Sportclub Heerenveen. Eigenlijk is het Afonso Alves tegen Heracles. En voorlopig staat het 3-0 voor de Braziliaan.
Zij hadden een tijd lang, zeker de eerste 10 minuten, alles voor het zeggen hier. Wat spreekwoorden betreft in het Abelense Stadion. Maar nu zitten ze er een beetje apathisch bij, de supporters uit Almelo. Ze hadden zich ongetwijfeld wat anders voorgesteld van een bezoekje aan het gekwetste en met weinig zelfvertrouwen spelende Heerenveen. Maar goed, 3-0, overwegen. Het zijn klinkende cijfers. En als er één ploeg kennelijk was om Heerenveen over het dode punt heen te helpen, dan was het Heracles wel. Want terugkijkend naar de doelpunten, waarbij natuurlijk alle aandacht uitging naar Alfonso Alves, moest je toch ook concluderen dat er onthutsend zwak verdedigd werd door Heracles. Een steekbal bij de 1-0, waarbij Alves zomaar door kan lopen, niet gehinderd wordt door Smit. De 2-0 met een mooie vrije trap en dan vervolgens de 3-0. Waarbij er ook weer een geweldige verdedigingsfout aan vooraf gaat. En daarmee hebben ze eigenlijk in een vrij kort tijdbestek de wedstrijd de nek omgedraaid. Van terugkomen van 3-0. Dat lijkt toch een lastige opgave. Voor de Heraklieden die op vreemde bodem toch al niet met al te veel zelfvertrouwen opereren. Maar wie weet, we zijn tenslotte pas halverwege. En misschien nu Ruud Brood ongetwijfeld een donderspeech heeft gehouden, gaan we een herboren Heracles aan de start krijgen. Eén wissel aan de kant van Heerenveen. Paulsen is erin gekomen. Hij heeft Berens vervangen. Everton, de rug gelopen door Dinsdag. De nieuwe man aan de zijde van Heerenveen. Na rust, Paulsen, vervangen van Everton. Van den Berg, de vrije bal. Eruit gehaald door Zuiverland, schot vanuit de tweede lijn. Klaar van, zonder enig gevaar. Het is te hopen dat het publiek nog vermaakt gaat worden. Tweede 45 minuten dat Heerenveen door zal gaan duwen. Je kan je toch eigenlijk niks anders voorstellen. Omdat er zoveel recht te zetten is voor de Vriezen. Alves. Net even te snel, te gehaast te geven op Bradley. Gaat nog niet allemaal goed. En hier is hij opnieuw Alves. Verliest nu. In de lucht van Buitens. Maar Buitens met de elleboog naar voren. En dus een vrije trap voor Heerenveen. Dan gaat iedereen er maar weer eens even lekker voor zitten. Want Alfonso Alves pakt de bal. Hij lijkt geschikter te liggen voor de linker van Pranjic. Alves. Nee. De volgende misschien toch maar laten aan Pranjic. Maar ja, die zal de Braziliaan niet zomaar 1, 2, 3 opzij zetten. Paulsen. Alves. Artistiek kopballetje. Paulsen jaagt door. Het levert uiteindelijk balbezit op voor Heerenveen. Dat mag gaan gooien. Zuiverloon. Paulsen. Zuiverloon. Bal springt wat weg. Buiten ze tussen. Een overtreding dan van Zuiverloon. Klavan. Lakic. Laat Bak Nielsen ertussen komen. Paulsen laat het over aan Alves. Nu meegeven op Paulsen. Die heeft dan vrij doorlopen. Piekenhagen. Maas. Liep hier eens een gaatje dicht.
Hij wil zich waarmaken, Poulsen, en valt gretig in. Eerst een paar minuten na rust. Meteen op aangeven van Alves. Gevaarlijk. Alves. Smit. Terug op Piekhagen. Roorda. Zuiverlo. Dat lukte niet meer. Daarvoor was er te weinig ruimte. Lakic. Het gaat allemaal zo stroef. Er zit weinig in het spel vandaag bij Heracles. Weinig geloof in eigen kunnen. Wat een verschil kan dat dan zijn of zo'n ploeg uit of thuis speelt. Wat een verschil kan ook de vorm van de dag betekenen. Vorige week zo mooi, zo goed voetballend ook tegen AZ. Prima overwinning. En nu zo zoekend en zo zwalkend op bezoek in Friesland. Lakic probeerde Van den Berg in stelling te brengen. Breur, Pranjic. Even aangetikt, gevlacht voor een overtreding. En dus ook gefloten. De Vries krijgt te horen dat dat niet door de beugel kan. Laat het been hangen. Vrije trap snel genomen. Alves zou Sibon kunnen aanspelen, maar gaat voor eigen succes. Alves met een gelukje. Uiteindelijk zat er nog een verdediger tussen. Dan is hij ook zelfzuchtig en had hij misschien toch beter kunnen proberen om Sibon te bereiken. Roorda moet lang wachten voordat Poulsen zich meldt. Daar is dan toch Poulsen. En daar was weer bijna Alves. Druk houdt aan. Pranjic pikt op. Smit haalt hem eruit. Opgevangen Bradley. Heracles zit vast, zit in de tang. Komt niet uit het eigen 16 meter gebied. Pranjic, machtige beweging. En dan Piekenhagen. Zo blijft het dus nog even wachten op de vierde van Alves. Maar als hij dit soort kansen blijft krijgen, resterende zeg maar 40 minuten van dit duel, kan je toch niet aan de indruk onttrekken dat Alves misschien direct 4-5 doelpunten gaat maken in deze wedstrijd. Overtreding van de Vries, die gaat geel krijgen. En daar vroeg hij ook heel duidelijk om. Kwanza, Klavan, Buitens, ze gingen hem voor. Zo wordt het een vrij dramatische wedstrijd hier voor Heracles in het Abelensa stadion. Dan loopt de schade hoger en hoger op. Zuiverloon. In combinatie met Roorda. Mooi het balletje op Bradley. Die hield even in. Ja, dat had hij beter niet kunnen doen. Want die bal die kwam er. Dat was prima gevoetbald door Zuiverloon. Maar niet helemaal begrepen door Bradley. Everton. Meegeven op Lakic. Ja. Ook net de punt van de schoen van Breuer aan. Zuiverloon. Poulsen. En Zuiverloon. Breuer. Het is toch onvoorstelbaar dat dit Heerenveen zich zo heeft laten afslachten werkelijk waar in Europees verband. Als je ze nu ziet voetballen, dan denk je, het is gewoon een hele goede voetballende ploeg. Alves, nee, komt er niet aan. Klavan, zet hem de voet was. Bradley.
Even terug op Bak Nielsen. Speelveld is bijzonder klein weer, omdat de laatste linie van Heracles een stukje opschuift. En dus moet Bak Nielsen even terug. Van Dijk. Bal richting Alves. Die ruzie de heel even met Wuitens. Alves. Zuiverlo. Met het ene fortuin omspeelt die Brici. Oh, die wordt daar vervolgens vies te kijk gezet. Door Alfonso Alves. Een panna. Op een hele lepe manier. Maar goed, het is nu wel balbezit voor Heracles. En zowaar een kopballetje. Het levert niet meer dan een doeltrap op. Ondanks dat Lakic vond dat hij recht had op meer. Alfonso Alves, daar spreekt heel veel vertrouwen uit. En het is buitengewoon pijnlijk voor Brici. De ellende van de malafide zaakwaarnemers lijkt definitief achter de rug voor Alfonso Alves. Maar ongetwijfeld bij de komende transferperiode zal de onrust weer gaan beginnen. Dat wil de Braziliaan niet zelf. Dat willen de mensen die geld aan hem kunnen verdienen. En dat maakt de hele affaire Alves zo pijnlijk. Roda. Ontwikkelt zich razendsnel die middenvelder. Bradley, onder druk gezet door Maas. Brengt vervolgens Paulsen wat in problemen, omdat het paasje wat kort was. Lakic, maar daar is Roda. Meteen de omschakeling. Alves, Pranjic. Alves wat achter de bal. En nu voor de bal. Daar is de paas niet goed van Breuer. De Vries. Weggekopt door Bak Nielsen, maar opgepikt door Van den Berg. Die wil hem naar zijn rechter natuurlijk. Ja, en dat wist Roorda ook. Bak Nielsen. Of Roorda. Een slordige bal. Smit. Breuer. Dinsdag. Het tempo is niet bijster hoog in de tweede helft. Brici. Lavan. Ingeleverd bij Paulsen. Zuiverloon. Roorda. Paulsen. Balverlies. Kwanza. Brici. Heracles komt na rust wat meer aan voetballen toe. Al slaagt de ploeg er nog steeds niet in om gevaarlijk te worden. Nu misschien. Lavan. Nee, het lijkt zo'n dag te zijn waarop vrijwel niets lukt. Dat geldt niet alleen voor Clavan. Dat geldt ook voor zijn medespelers. Alves. Pranjic. Hij krijgt weer applaus, Alfonso Alves. Wat wil je?
Pranjic, 1, 2 man kwijt. Kan hij hem nu ook nog binnenhouden voor een goede voorzet? Nee. En de vruchten die geplukt werden. Sibon. Opgevangen door Smit. Op een niet alledaagse manier. Inworp is voor Heerenveen. Het is een beetje aan het kabbelen op dit moment. Heerenveen drukt niet echt door. En Heracles is als een leeuw zonder tanden. Zonder enige gevaar dus. Paulsen. Dat is lekker. Door de benen gespeeld bij Klavan. Paulsen nu nog goede voorzet. Daar is Simon. Daar is de 4-0. Gerald Simon voor zijn 4e van het seizoen. En hij verdient het, want hij werkt gewoon heel hard om Alves heen. Paulsen met de prima actie. En de afgemeten voorzet, Sibon in één keer met een uitstekend doelpunt. En mocht Heracles nog enige hoop hebben op misschien een puntje, die hoop is nu echt definitief vervlogen. Alves, geen buitenspel. Plotseling lijken ze weer heel gemakkelijk er doorheen te wandelen. Alves vindt net niet Roda. En zo is het een wedstrijd net als voor rust. Tweede helft net als voor rust. Met een Heerenveen dat aanvankelijk heel rustig voetbalt, een beetje zoekend is. Maar dan vervolgens opeens een versnelling. En zij vinden het mooi. En het was ook een mooie. En zo zien we weer lachende gezichten in het Abalensa Stadion. Gerald Sibon maakt er 4-0 van. Everton. Dat is nog een uitstekende redding van Van Dijk. Knap geschoten van de Braziliaan. De tijd wordt hem gegund. En ondanks dat de bal wat onder hem ligt, weet hij toch nog behoorlijk hard en precies te schieten. Van den Berg. Bak Nielsen. En dan helemaal niets. De geblesseerde doelman, Brian van der Bussen, ziet dat Van Dijk hem voorlopig prima vervangt. Blessure aan de knie. Het zal waarschijnlijk niet al te lang duren voordat hij gewoon weer zijn vaste plek in het doel bij Heerenveen over kan nemen van deze man. Lakic, Brigi, Bak Nielsen, goed uitgestapt.
Primorp is voor Heerenveen. Wel degelijk, Brici raakte hem als laatste. Het is leuk voor Gerald Sibon dat hij er ook in maakt. De man die zich toch een waardig stand-in toonde van Alfonso Alves. Voor zover dat überhaupt natuurlijk mogelijk is. De Vries, aardige lichaamsschijnbeweging. Van den Berg. Maas in de ruimte bij Brigi. Clavan meldt zich. Moet iemand meetrekken. Het gaat via Clavan. Maar het was iets te doorzichtig. Lakic probeert Bak Nielsen van zich af te houden. Vindt Brigi. Het levert Heracles een hoekschop op. Ricky van den Berg, afdraaiende hoekschop Heracles en daar de kopbal van Buitens. Die schampt hem. En daardoor weet die Heracles niet wat dichterbij te brengen. Tweede wissel van Heerenveen zit eraan te komen. Naar de kant gaat Roorda, die wederom een goede wedstrijd speelde. Hij wordt vervangen, de jeugdinternational, door de man met het nummer 14 en dat is Thomas Praag. Nu blessureleed bij veel Heerenveen spelers achter de rug is, heeft Gert-Jan Verbeek weer behoorlijk wat mogelijkheden als je de selectie zo bekijkt. Everton. Dinsdag zit hem nog steeds op de hielen. Dan is dit goed. Van den Berg. Recht in de handen geschoten bij Van Dijk. Zuiverland. Alves. Daar is Poulsen. Maar die is heel snel. Haalt de achterlijn en doet dit ook mooi. Sibon richting tweede paal, maar wat ver richting tweede paal. Pranjic pikt op. Pranjic. Voorzet met rechts. Komt nog aardig aan. Kopballetje van Sibon. Breuer wint van Everton. Bak Nielsen. Terug op Van Dijk. Wat dat betreft is de wedstrijd in evenwicht. Maar niet wat de score betreft. En ook niet wat het aantal kansen betreft. Heracles heeft heel weinig weten af te dingen tot nog toe. Clavan. Bak Nielsen vangt op. Zuiverloon. Sibon zou hem wel willen hebben. Die stond buitenspel. Het gaat naar Alves. En die stond geen buitenspel. Nu geven. Nee, Alves doet het weer zelf. Alves voor nummer 4 van de middag. Ja hoor. Zijn vierde van vanmiddag betekent Heerenveens vijfde. En alle ellende van de malafide zaakwaarnemers lijkt toch echt definitief van de schouders van Alfonso Alves te zijn gevallen. Want hij voetbalt weer zoals hij dat hele vorig seizoen zo goed deed. Gretig. Doelgericht. En makkelijk scorend. En laten we hopen dat hij de rust in het hoofd kan bewaren. En dat hij
niet opnieuw gek gemaakt gaat worden door alle mensen die geld aan hem willen verdienen. Door de benen bij Piekenhagen. Alfonso Alves. In de rol van Superman. Prachtig aangenomen, Sibon. Dan is de paas minder. Want Alves loerde alweer. Brigi. Geen begrip was er bij Lakic. Piekenhagen moet komen. Ja, moet koppen. Want Sibon liep goed door. En dan de bal maar over de zijlijn geramd door de Vries. Het is een rampzalige middag aan het worden voor Heracles. Sibon. Goed de bal afschermen. Dat geeft hem alle tijd om te wachten totdat de versterking komt. Dinsdag. Pranjic. Goed meegegeven op dinsdag. Dinsdag. Nu de medespelers voor het uitkiezen. Waaronder Alfonso Alves. En dan weet je het al. Het is opnieuw raak. Vijfde doelpunt voor de Braziliaan. En dan moeten we toch de recordboekjes er zo langzamerhand een beetje bij gaan halen. De voorzet die wordt bekeken door alle verdedigers van Heracles die er de hele middag al een potje van maken. En Alfonso Alves die zich eens te meer lekker uitleeft. 6-0, 5 doelpunten van hem. Er was sprake van een crisis. Maar Alfonso Alves komt zijn trainer hier nu eindelijk te hulp. Met dank ook aan de laatste linie van Heracles. Die er werkelijk waar helemaal niks van bakt vanmiddag in Friesland. Het is nog niet gedaan. Er gaan nog 20 minuten komen. Waar gaat dit eindigen voor Alfonso Alves? Maas. Aangetikt. Lichtjes door Bradley. Van den Berg. De Vries. Terug van een blessure. Was denk ik een weekje later teruggekomen. Als hij dit van tevoren had geweten. Breuer. Alves, ja, alles lukt nu natuurlijk. De Vries zomaar het bos ingestuurd. Pranjic niet gevonden. De derde en tevens laatste wissel aan de kant van Heerenveen. Bradley gaat er vanaf. Vond ik de minste speler vanmiddag aan Friese zijde. Hij wordt vervangen door Soleimani. Het zal betekenen dat Prager wat teruggetrokken komt te spelen. En Soleimani in de rug van Sibon en Alves. Prager. Vindt geen medespeler. Everton. Komt niet los van Bak Nielsen. Maakt dan een overtreding. Bak Nielsen blijft even liggen, dus
Zuiverloon tikt de bal buiten. Ongelukkige botsing. Prager op Pranjic. En daar komt Soleimani. Daar is Alves. En daar is nummer 6. Het is krankzinnig wat er allemaal gebeurt. Ruud Brood lijkt op een andere wereld zich te bevinden. Weer wordt er veel te laat gestapt daar in het midden. Door Buitens. Soleimani geeft de niet te missen kans aan Afonso Alves. Als hij überhaupt al een kans zou missen vanmiddag. Zijn 6e. En Heerenveens 7e. En wat een welkome tegenstander is Heracles dan geweest vanmiddag in Friesland. En er is nog altijd een kwartier te voetballen. Prager. Soleimani. Alves. Doe maar zelf, joh. Ik zou maar schieten. Maak je er nog eens een paar. Het is een beschamende vertoning natuurlijk ook van Heracles. Dat moet gezegd worden. Overtreding gemaakt en dus weer een vrije trap voor Heerenveen. Nou, en dan gaan de ogen toch richting Alves. Daar komt hij alweer en daar is nummer 7. Nooit eerder in de geschiedenis van het Nederlandse betaalde voetbal slaagde een speler erin om 7 keer te scoren in 1 wedstrijd. En Afonso Alves schrijft dus voetbalhistorie hier vanmiddag in het Abalensa Stadion. 8-0 Heerenveen, 7 keer Afonso Alves. Niet zijn mooiste van de middag, maar hij telt wel. 4 spelers slaagden er ooit in om 6 keer in 1 duel te scoren. Afonso Alves passeert ze allemaal op deze gedenkwaardige middag. In het Abalensa Stadion. Hij maakt 7 doelpunten. Ongelooflijk. En je vraagt je toch af, hadden ze dit nou niet afgelopen donderdag kunnen doen? Dan had het Nederlandse voetbal er een stukje mooier op gestaan. Net een paar dagen te laat dat de vorm er is bij Afonso Alves. Maar nu die vorm er ook is, lukt ook alles. Dan komt hij weer, Afonso Alves. Een harde voorzet, Pranjic. Het is het zijnet. Hoewel een groot deel van het publiek hem alweer telde.
Een mooiere manier om de critici de mond te snoeren is er bijna niet. Een spits moet doelpunten maken. Nou, daar slaagt Alfonso Alves behoorlijk in. Dit gaat heel Europa door. Maar het is wellicht toch ook weer een onderstreping van wat vele voetbalsupporters in heel Europa denken van de Nederlandse competitie. Dat die soms niet al te goed is. Van Basten, Cruijff, Kerkhoff, de Kerkhoffs allebei kennelijk, en Lammers. Zij scoorden allemaal 6 keer ooit in een duel. In één duel. En Alfonso Alves gaat die illustere namen nu dus voorbij. Want hij staat op 7. En er zijn nog 10 minuten te voetballen. Een publiekswissel kan hij niet meer krijgen. Dat zou hij ook niet willen, denk ik, want hij wilde nog wel een paar maken. Kopballetje van Lakic gaat aan de eerste paal voorbij. Ranjic, daar komen ze weer. Alfonso Alves naar de eerste paal. Overstapje en Simon voor de 9. En dan komt de 10 wel heel dichtbij. Ja, hij is na vanmiddag geen topscorer meer. Want het is pas de 5e van het seizoen. Ja, Alfonso Alves staat op 7. Dat is geen fijne dag voor een ervaren doelman als Piekenaag is en een gedreven doelman als hij die is. Maar hij wordt hier niet echt geholpen door zijn verdedigers. Alves laat het dit keer over aan Simon. Het is Soleimani die hem trouwens inspeelt. En Simon met zijn tweede en Heerenveens 9e. Tjonge, jonge, jonge. Nou. Dan zal het ook nog wel 10-0 gaan worden, mag je aannemen. Prager. Kwanza, Maas. Ruud Brood staat te schreeuwen werkelijk waar naar zijn verdedigers. Ja. Tien, 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 schreeuwt het publiek. En voor die 10e hebben ze nog een kleine 10 minuten. Ranjic. Daar komt Alves. Alves. Nee. Eén keer is het niet raak. Het ging zo goed met de Heracles in de afgelopen weken, maar het bleek een hele korte opleving.
illustere namen wisten ooit zes keer te scoren in één wedstrijd. Marco van Basten, Johan Cruijff en Pierre Kerkhoffs en Dirk Lammers. Maar zij allen, die het record deelden, worden vanmiddag gepasseerd door Afonso Alves, die voorlopig op 7 staat. Maar misschien komt er nog wel eentje bij. Prajic. Appel voor Hens. Ja, dat is begrijpelijk dat Bos hem nu niet op de stip legt. Tien. Iedereen gaat er alvast voor staan. Prajic. Hoekschop snel genomen. Prager. Loopt zich vast. Maas. Zowaar een countermogelijkheid voor Heracles. Maar Brici komt niet lekker uit. Kwanza. Terug op Piekenhagen. Maar die heeft niet zo'n fijne middag. Dus die zou ik niet meer te veel de bal aanspelen. Terwijl de doelman er echt heel weinig aan kon doen. Het is echt een totale off-day voor de laatste linie. En met name dan de vier verdedigers van Heracles. Brigi. Tegen Zuiverloon aan. Alves. Zuiverloon. Alves. En wat een opluchting voor deze man. Hij kan het ook niet geloven. Niemand kan het geloven. 5-1 verliezen in Zweden van een zeer, zeer modale tegenstander. En dan tegen een Nederlandse tegenstander die in vorm is. Heracles. 9-0. Ongelooflijk. Wat een krankzinnige voetbalmiddag. Klaar van. En die klok die zo akelig langzaam tikt voor de Heraklieden. Nog 5 minuten. Klaban. Van den Berg. Maas. En de bal is alweer weg. Prajic. Soleimani. Overtreding Maas. Vrij trap snel genomen. Maar dat mag niet. Van Bossen moet terug. Dat is jammer, want dat was Alves alweer door. Tikje frustratie is dit bij Rob Maas. Het is te begrijpen. Ik denk dat hij in zijn mooie carrière maar heel weinig wedstrijden met 9-0 op de broek heeft gekregen. Het overkomt hem wel vanmiddag in het Abelense stadion. Misschien wordt het ook nog wel 10-0, want hier is Alves weer. Alves, komt hij hier nog uit? Nee, maar wel Sibon. En het is niet 10-0. Maar het scheelt maar heel erg weinig. Heracles verdedigt als het allerslechtste pupillenelftal wat je in jaren hebt gezien. Buitens laat hem zomaar liggen. En dan een heel, heel opmerkelijk gebaar van Gert-Jan Verbeek. Hij heeft al 3 keer gewisseld, maar haalt toch Afonso Alves naar de kant om een staande ovatie voor de Braziliaan te krijgen. En hij speelt dus de wedstrijd uit met een man minder. Superman Bas vandaag op aarde in het gedaante van Afonso Alves.
Hij is het meest blinkende muntje in de Heerenveenfontein. En daar was het bestuur zich terdege van bewust. En dus lieten ze hem niet gaan. En afgaande op de ongelofelijke prestatie van vanmiddag lijkt dat dus een goed besluit. En Heracles moet zich grote zorgen gaan maken over gevolgen van deze onvoorstelbare dreun die ze hier krijgen. Klits, klets om de oren. Je kan een keer verliezen, maar zo weggepoetst worden op een echt beschamende manier. Dat gaat doorwerken, dat kan bijna niet anders in Almelo. Overtreding gemaakt tegen Sibon. Er is nog een half minuutje te voetballen. En wat extra tijd misschien. Maar ik kan me voorstellen dat Bossen denkt, tel ik er gewoon niet meer bij. Hij kreeg al een grote kans. Gerald Sibon om de tiende te maken van vanmiddag. En dit was er misschien ook een, maar... Het is een geweldige mispier. Had Alfonso Alves beter gedaan. Naar alle waarschijnlijkheid. Bossen doet het meest verstandige. Hij besluit om geen seconde extra bij te tellen. En dat is logisch ook. Wat een gedenkwaardige middag is dit geworden voor Alfonso Alves. Een club die hem niet liet gaan. Alle beroering rond deze Braziliaan die daarop volgde. Heerenveen in grote problemen. Beschamend de vertoning in Zweden. Crisissfeer in het Abelenza stadion. Maar alles is vergeten en vergeven. Dankzij de wervelende show van Alfonso Alves. 9-0. De grootste overwinning uit de clubgeschiedenis voor Heerenveen. 7 keer Alfonso Alves. 7 keer Alfonso Alves. Ik wil het gewoon nog een keer herhalen. En 2 keer Gerald Sibon. Dat is toch ook een mooie prestatie. Maar dit staat. Tjonge jonge. Wat een middag in het Abelenza stadion. Het begon met crisis. Het eindigt met een staande ovatie voor de man die 2 weken geleden als tribuneklant nog werd uitgefloten.